Duitse invloed, de Joden. Veel mensen vermoord, Anne Frank, D-Day. Dat de Duitsers de Nederlandse en andere landen aanvielen. En dat er veel oorlog was, vooral gericht op de Joden. En dat de Canada, Verenigde Staten, ja, dat die de Duitsers weg hebben gejaagd. Gevechten en gewoon armoede ook wel. En dat de Joden vaak onder moesten duiken. Dat ze als gewonden werden, dat ze naar concentratiekampen gebracht werden en vergast werden. Nou, dat was de tijd dat de landen het lastig vonden om, een, ik weet niet precies welk deel van Nederland, te bevrijden. En toen duurde het uiteindelijk nog heel lang. En toen uiteindelijk kwam de winter en ze hadden natuurlijk heel weinig eten. Het was heel koud en ja, zo ontstond dat. Dat ze heel veel honger hadden en dat ze dan ook gewoon uit vuilnisbakken moesten eten of niks moesten eten. Heel lang. En volgens mij leefden ze daar ook met, aten ze ook heel veel tulpen, maakten ze ook tulpenstampot, dat soort dingen. Een groepje mensen die dan in het geheim allemaal dingen gingen doen om of mensen die ergens verstopt zaten te helpen of om Adolf Hitler dwars te zitten op manieren. In Nederland was er een verzet die er probeerde de Duitsers ook weg te jagen van binnenuit. Dat waren mensen die bijvoorbeeld de Joden in onderdak namen om ze te helpen. Hun lieten zich niet commanderen door de Duitsers. Hun gingen terugvechten. En dat was eigenlijk, mocht dat niet. En als ze erachter kwamen, werd je ook heel zwaar gestraft. Wel bij de Gremlinie ga ik zo zeggen, dan heb je daar een bunker die ook echt getroffen is door bommen, dus die ook een beetje kapot is. Alle bunkers die hier staan, schelden of ja, de Duitsers, zeg maar, om te schieten. En een soort van zo'n inham in de grond waar ze dan stonden. Hier, met al die bunkers, dat daar ergens de Duitsers stonden en dat hier wij ons aan het verdedigen waren, zodat ze niet dichterbij konden komen. Mijn moeders opa, die heeft haar wel eens verhalen verteld. Dan moest hij boeken naar de bibliotheek brengen. En toen fietste hij langs een treinspoor. En op dat moment werd de trein beschoten. Volgens mij de vader van mijn opa, die in de oorlog was het soms volgens mij dat als iemand in het dorp iets had gedaan wat de Duitsers niet oké vonden, zoals tegen hun vechten of allemaal dat soort dingen, dan als niemand het op ging biechten, moest er gewoon iemand uit het dorp, moest dan, die werd dan doodgemaakt. En dat was ook bij de vader van mijn opa gebeurd. En toen moest hij gewoon mee en toen, volgens mij is hij toen doodgeschoten of zo. Mijn vader heeft er wel eens iets over verteld, dat als het goed is, zijn oma die heeft zo'n soort van opvang iets gehad of zo in de wereldoorlog. Mijn oma die leeft nog wel, maar die en mijn opa die hebben alle twee de oorlog meegemaakt. En die schelden er bij hun ook beneden in de kelder ook allemaal mensen onder en zo. Dus dat was wel heftig voor haar en ook. Was er dan één keer in de week, dan mochten ze naar een rijker, zeg maar, huis. En dan mochten ze daar gewoon zoveel eten als ze wouden, omdat het ook natuurlijk heel weinig eten was. En dan, omdat ze zo lang dan zo weinig had gegeten, aan het hoekje van de straat werd ze dan weer helemaal misselijk. En dan ging het er wel allemaal uit, omdat ze gewoon, haar maag was het op een gegeven moment niet meer gewend. En nu eet ze ook heel weinig meer. Ja, yeah. Dus het was wel heftig ook voor hun. Mijn oma die eet ook nog altijd beschimmelde dingen, dat is gewoon omdat ze de oorlog mee heeft gemaakt, dat ze dat niet weggooit.
Het is wel heftig wat er in Oekraïne gebeurt. Maar ook in Afghanistan met de Taliban en zo. Het is toch wel naar om te horen. Onnodig, want we kunnen ook gewoon het uitpraten. En je kan nu zelfs nog makkelijker het uitpraten met FaceTime of gewoon videogesprekken. Of je kan zelfs gewoon met een vliegtuig naar die anderen toe vliegen en dan erover praten. Want ik snap ook niet waarom je zou vechten, want dan doe je alleen maar meer mensen pijn en wordt het alleen nog maar moeilijker. Ja, en ik wil eigenlijk, het klinkt raar, maar dat het misschien een beetje van Poetin, dat het dan een beetje onzinnig is waar hij nu oorlog om maakt, omdat ze gewoon weer een apart land zijn geworden, dat die opeens weer bij elkaar willen worden. Alleen maar voor een stukje land. Je hebt het grootste land van de hele wereld, dan hoef je toch niet een klein stukje erbij, zou je denken. Maar dat is wel zo. Ik snap wel dat Oekraïne zich verdedigt, want je gaat niet je land afstaan. Maar ja, ik vind het eigenlijk, waarom moet je oorlog voeren als je daar ook over kan praten? Ik vind het wel heftiger, want vroeger hadden ze wel heftige wapens, maar nu zijn ze wel krachtiger en met één explosie kan je meer aanrichten dan vroeger. Dus dat vind ik wel heftig. En dat mensen ook eigenlijk niet meer nadenken over de regels die er zijn gemaakt. Eng, maar dan zou ik bijvoorbeeld, ik zou niet per se gaan vluchten, want je wilt ook weer wel voor je eigen land zijn. Maar het lijkt me wel heel eng. Want je weet niet wanneer of wat er gaat gebeuren. Ik zou heel erg bang zijn en ook gewoon bang zijn voor je familie en zo, want je wilt ze niet kwijtraken of zo. Heel erg, want je leeft eigenlijk iedere dag met de angst dat er zomaar een bom of dat je gewoon, nou ja, om het leven kan gebracht worden door iets wat op ieder moment kan gebeuren. Eng, denk ik. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Niet fijn, want je kan niet echt naar buiten, lekker een potje voetballen of zo. Je kan niet echt rustig binnen zitten op de bank met een dekentje. Ja, niet leuk natuurlijk. En vooral als het tegen een groep mensen is en jij hoort bij die groep mensen waar ze tegen zijn, bijvoorbeeld. Dat je dan ondergedoken moet zitten. Ja, dat lijkt me echt niet leuk. En dat je dan naar een concentratiekamp gebracht moet worden. Ja, dat is gewoon niet leuk. Iemand zou dat willen, denk ik. Ik zou het niet leuk vinden en ik zou heel bang zijn. En je weet nooit wanneer er een bom. Ik weet nooit wat je kan verwachten. Nou, ik zou het wel heel erg eng vinden. Maar ik zou me niet echt bij kunnen voorstellen dat dat nu zou kunnen gebeuren. Mij lijkt dat geen fijn gevoel, omdat heel veel mensen die ik denk, hebben daar denk ik ook nog later heel veel. Ja, nare verhalen over en die ook in hun hoofd zitten. En dan lijkt me dat niet fijn om daarmee te leven. Ja, het is wel fijn dat je weg kan, maar je wilt liever gewoon rustig in je eigen land wonen. Dat lijkt me ook niet fijn, maar als er oorlog is, dan vind ik het ook niet fijn om in eigen land te blijven. Nou, ik zou het juist echt helemaal niet leuk vinden, want je bent er geboren en je wilt er het liefst eigenlijk heel je leven blijven. Maar doordat er dan iets gebeurt, moet je weer naar een ander land toe. En dan moet je weer heel je leven eigenlijk opnieuw gaan starten, soort van. Nou, omdat je bent daar toch geboren, je kent daar alles. En dan moet je opeens naar een nieuw land waar je niks kent, een nieuwe taal, geen vrienden hebt. En het lijkt me ook wel lastig dat als je moet vluchten, dat je alles achter je moet laten. En dat er geen tijd is om je favoriete knuffel of je huisdier mee te nemen. Dat lijkt me wel heel lastig. En dat je dan naar een apart land moet waar je niet weet. Of naar een ander gedeelte in het land. Ook erg, want dan verlaat je ook allemaal mensen. Zeg maar je familie of vrienden. Dat je die dan allemaal moet missen en misschien ook niet meer ziet. Nooit meer, zeg maar. Niet fijn, want dan moet je naar een ander land waar je de taal niet kent en zo. Moet je helemaal weer nieuwe dingen gaan leren. En dan kan het ook nog eens zijn dat je gewoon heel lang daar zit om te wachten dat je daar mag blijven en mag wonen.
ik zou het niet fijn vinden, want je moet ook heel veel dingen achterlaten. En je weet ook niet of je familie wel, zeg maar, terug is naar een ander land. En ja, je moet gewoon heel veel spullen achterlaten. Gewoon eigenlijk bijna je hele leven, waar je heel lang hebt gewoond. Ik zou het niet leuk vinden, want dan moet je weg van je eigen thuis. Maar ik zou wel denken van, dit is wel het beste, want het is veiliger dan hier blijven. Nou ja, natuurlijk heb je wel eens ruzie met je zus of op school met een vriendin. Maar ja, dat is niet echt te vergelijken met oorlog. Eigenlijk soms vergeten we het en soms praten we het gewoon uit. Van, ja, het was niet slim, maar een zand erover. Nou, gewoon later als je wat minder boos bent, gewoon sorry zeggen. En gewoon even goed praten en niet al te boos blijven. Alleen daarna denk je ook, waarvoor was het eigenlijk nodig? Want het zijn vaak onnodige dingen. Want we mogen het niet vergeten wat er gebeurd is. Mensen hebben wel gevochten voor ons land. Want als, zeg maar, hun niet hadden gevochten, dan hadden wij waarschijnlijk nu allemaal... dan was nu Duitsland de baas van ons. En nu zijn we gewoon een eigen land. Nou, ik vind het wel belangrijk dat er ieder jaar wel even een momentje is dat je even kan nadenken over hoe dat is gebeurd en waarom en hoe erg het is. Want er zijn zoveel slachtoffers geweest en zoveel mensen die nog steeds geen duidelijkheid hebben waar hun familieleden uiteindelijk zijn geweest. En dat was gewoon heel pijnlijk voor de Joden in de kampen. Dus dan wil ik wel dat dat herdacht wordt voor hun. Want die mensen die er zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog, daardoor leef jij nu in vrijheid.